Zoetigheden gaan er altijd in en al helemaal als ze lekker homemade zijn. Een extra smeuïge cake of een heerlijk stukje taart met vers fruit? Hoe zoeter, hoe liever als het van bake-off-winnares Julie van den Driessen afhangt. Ik heb wel goesting om erin te bijten. Haar baksels en desserts doen iedereen watertanden en vullen de huiskamer gegarandeerd met overheerlijke geuren. Yoghurt en frambozen, we hebben het allemaal misschien wel al eens als ontbijt gegeten. Ik verwerk deze twee ingrediënten vandaag in een frisse yoghurtcake. We gaan er direct aan beginnen. Het is een super eenvoudige cake. We beginnen doen we met de droge ingrediënten mengen. Wat heb ik nodig? 250 gram zelfrijzende bloem. 200 gram blonde kandijsuiker. Opgelet, dat is niet onze typische kinnekensuiker. Goed kijken in de winkel, dat is wel degelijk een andere. Mag erbij. En een koffielepeltje bicarbonaat. Dat zorgt voor de luchtigheid in ons gebak. En dat mag je al een keer laten mengen. Voilà, dat is al goed gemengd. Dan kunnen we direct over naar onze vochtige ingrediënten. En dat is natuurlijk yoghurt. Yoghurt, superlekker product om mee te werken. Het is fris, zuurig en het vervangt ook nog een keer uw vetstof. Hier voeg ik 60 gram zonnebloemolie aan toe en 2 eitjes. Voilà, en deze massa kluts ik al eens voorzichtig los. Deze natte ingrediënten mag je toevoegen aan de droge. Ziezo, dat hebben we laten mengen. Zie een keer, wat een mooi cakebeslag. Voilà, nu zitten we aan het leukste gedeelte, onze cake extra op smaak brengen. Dat doen we met verse framboosjes. Ik zeg zo een 125 gram ongeveer. Je moet wel altijd voorzichtig zijn als je frambozen eronder mengt, dat je ze niet kapot maakt. En dan brengen we onze frambozen yoghurtcake nog extra op smaak met zesten van citroen. Dat is altijd de beste smaakmaker voor je beslag. We mengen dat er nog eens onder. Nu uw vorm invetten. Dat kan klassiek met boter en bloem. Maar ik gebruik altijd heel graag met een bakspray. Dat is altijd heel gemakkelijk. En ben er al vanaf. En nu gaan we ons cakebeslag mooi verdelen in onze vorm. En zoals bij elke cake, een keer goed tappen, zodat de luchtbelletjes eruit gaan. En dan kan die een uurtje ongeveer bakken in een voorverwarmde oven van 160 graden. Voilà, zie een keer wat een perfect gebakken cake. Dat is wat we willen, zo'n barstje in het midden. Het ziet er echt heel mooi uit. Terwijl onze cake aan het afkoelen is, ga ik mijn glazuur maken. Dat doen we heel eenvoudig met onze citroen van daarnet. Ik rol er eventjes over. Zo hebben we zeker geen verspilling. Ik prik altijd zo vooraf wat gaatjes. Dan perst dat ietsje beter, komt dat sap meer vrij. 2 eetlepels is meer dan voldoende. Wat hebben we daar nog voor nodig? Voor een klassiek glazuurtje, een beetje bloemsuiker. Begin met 150 gram. En dan doe je daar een beetje citroensap bij. Ongeveer 2 eetlepeltjes. En begint te roeren. En eigenlijk, terwijl je aan het roeren bent, kun je altijd perfect zien, moet er nog een beetje sap bij of niet. En zie een keer wat een mooi glazuur dat we hebben. Zo mooi dik. Mijn cake zal nu voldoende afgekoeld zijn, dus ik ga hem nu ontvormen. Het is altijd spannend, maar zie een keer. Hij komt daar gewoon perfect uit. Ik ga eventjes een plank erbij nemen. Voilà. En dan nu rest er ons nog één ding en dat is ons glazuur mooi verdelen over de cake. En doet dat zo een beetje in swirlbewegingen. Zo precies een beetje van die zebra-lijntjes. En dat moet opnieuw niet perfect zijn. Hè? We mogen een beetje smossen in de bakkeuken. Nu komt altijd het spannende moment en mooi aansnijden. Ik ben benieuwd. We zien een keer van een mooie cake, die mooie framboosjes, die lichtbruine kleur van onze kandijsuiker. Dat is echt super lekker cakeje. Je kan alle recepten nalezen op jam.tv. Smakelijk!